Vakbonden en directie bij Exxon voeren al langere besprekingen over een nieuwe cao. De werknemers hebben recht op meer loon, stellen ze. De bonden eisen een herverdeling van de winsten, want die vloeien nu alleen maar naar de aandeelhouders van het bedrijf. Geconfronteerd met een weigering van de directie om de lonen aan te passen, legde de technisch bediende in Zwijndrecht vanochtend het werk neer. Men wil gewoon profiteren van de sfeermakerij die er is, van het is crisis enzovoort, maar dat is niet voor iedereen zo. En in de bedrijven waar het nog kan, moet dat ook mogelijk zijn, moet de vrijheid van onderhandelen blijven. Wij hebben nu een 24-uur-staking, de mensen daartoe opgeroepen en die wordt ook goed opgevolgd. En nu wachten we op een initiatief van de directie. De directie zegt de sociale dialoog met de vakbonden terug te willen opstarten. Ze wijst er ook op dat de chemische industrie onder zware druk staat en ExxonMobil desondanks blijft investeren in zijn Antwerpse fabrieken. De arbeidsvoorwaarden zouden er nu al tot de beste in de Belgische industrie behoren. De productie bij Exxon in Zwijndrecht ligt nog de hele dag stil.